Sint-Truiden Charleroi. Twee ploegen die jullie uitstekend kennen natuurlijk. Hè. Voor Kenny Steppen, doe maar een cv, de match van het jaar. Voor heel Sint-Truiden, denk ik, de match van het jaar. En prachtig dat ze eigenlijk crescendo naar deze, tot dit soort momenten zijn gekomen, hè, met een fantastisch jaar. Ja, wel een moeilijke match tegen Charleroi thuis, Janik. Moeilijke match? Ik zou toch proberen te gaan voor een overwinning. Want ze hebben een moeilijk programma in de vier laatste matchen. En thuis moeten ze echt gebruik maken van hun synthetisch veld, van het feit dat het nooit makkelijk is daar voor de tegenstanders. Mark Brijs, ik loeg een beetje over een gebrek aan fans. Ik denk ook dat tot Mark Brijs zich wat dat betreft totaal niks te verwijten heeft. Het is een aantal jaren geweest dat men vanuit het beleid zijn supporters als cliënteel behandelde en dat ook liet weten. En dat vergeten Truienaars niet. Nee, sowieso. Kamada een beetje uit vorm, 11 doelpunten in 19 matchen, 1 assist ook, logisch? Er is niet alleen maar Kamada, Bolly is er ook. Hè. Mm-hmm. Die is wel in vorm. Hè. Ja, Botaka ook, van achterhoog staan ze sterk. Nee, ik had dat eerlijk niet verwacht in het begin van het seizoen, maar ze hebben echt iets neergezet. Ze hebben een manier van voetballen gevonden, hè. Dus een organisatie, een spelwijze met een aantal jongens. Die een meerwaarde vormen in combinatie met dat kunstgras. En fysiek ook sterk door die aanpak van Mark Brijs, die hamert op fysiek trainen. Als de resultaten goed zijn, blijft iedereen lopen. Als de resultaten wat minder gaan, dan mogen sommige spelers misschien beginnen praten van maar de trainingen zijn te zwaar, daardoor verliezen we en zo. Maar zolang dat de ploeg wint, aanvaarden de spelers alles. Nu, ik hoop voor hen dat het zo blijft. Ja. Halen ze play-off 1, Sint-Truiden? Heb ik een joker? Heb ik recht op een joker? Nee, jokers... Krijg de mijne. Halen ze. Dan ga ik zeggen ja. Oké. Dan zeg ik ja. Pronostiek voor die match op Staaien, Sint-Truiden, Charleroi? 2-0. 1-1.